Kom, keuken van Nijensteden. Vandaag gaan we maken een broodje met gerookte kip. We hebben hier een balkanbroodje. Snijden we even door het midden. Voorzichtig. Doe een klein beetje citroenmayonaise op. Je kunt ook boter pakken, maar dit is eigenlijk net even wat frisser. Boven en onderkant een klein beetje. Ik wil niet helemaal meewerken zo te zien, maar geef niks. Smeer er een beetje in. Nou. Pak wat sla. Gerookte kip. Zo. Doen we er een beetje dressing op. Dat is honing mustard dressing. Eigenlijk in elke supermarkt wel verkrijgbaar. Soms dan is het een ander merk of noemen ze het net even anders. Beetje eroverheen. Dan in dit geval doen we er wat pekannootjes overheen. Beetje prei. Van een lekkere, frisse, krokante smaak. Dekseltje erop. En we hebben een broodje gerookte kip. Eet smakelijk.